Hallo, mijn naam is Maria Frits en ik ben van Local to Local. Ik ben toen 2,5 jaar geleden hier terecht gekomen. Ik mocht de foodtruck chef voor het Oranje Beest zijn voor een week. En daarna ben ik regelmatig betrokken gebleven bij Local to Local om bij kleine evenementen te helpen. En mocht er zo ook al langzaam meer ervaren over de visie van Local to Local. Ik was toen bezig met mijn master in duurzame ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht. En nadat ik afgestudeerd was, kwam het ene bij het ander. En ik mocht afgelopen jaar meehelpen om Local to Local Talents op te bouwen. Dat was een heel grote avontuur. Het was net te begin van de coronacrisis. En wij hadden heel veel plannen, heel veel ambities. Maar het kwam toch veel anders. We hebben heel veel geleerd. Vooral ik aan kennis, aan zelfvertrouwen. Aan een netwerk opbouwen. En vooral ook met ons jonge talenten in contact zijn. En ze betrokken krijgen bij de voedseltransitie. Het was een geweldige reis. En na een half jaar Local to Local Talents opbouwen. Kwamen er ook andere taken bij. Ik heb er mee aan projecten gewerkt, vooral bijvoorbeeld op TESOL, maar langzaam ook aan EU-projecten. Hiermee ben ik nu nog steeds bezig, maar ik heb ook besloten weer terug naar mijn eigen aarde te gaan, naar Duitsland. Maar gelukkig heeft Local to Local een heel grote en lange termijn visie, dus ik kan het gewoon meenemen. Dus ik neem voor mijn volgende reis in Duitsland de kennis, de ervaring, het zelfvertrouwen en het netwerk. En vooral Local to Local als steun achter mij mee naar Duitsland. En ga kijken wat ik daar voor projecten kan opbouwen rondom de voedseltransitie. Dus voor nu heet het vooral Auf Wiedersehen!